Welcome back. Please share, subscribe en comment. Nederlands Henry van Loon. Er was eens een jonge journalist genaamd Eva die naar Nederland reisde met een brandende vraag die haar achtervolgde. Haar missie was om de verborgen redenen te ontdekken die het succes van de populaire Nederlandse komiek, acteur en presentator Henry van Loon voeden. Geobsedeerd door het mysterie dat zijn roem omhulde, dook Eva diep in het digitale universum op zoek naar aanwijzingen die haar naar de kern van zijn magie zouden leiden. Haar eerste halte was de MP-pagina van Henry van Loon, waar ze ontdekte dat hij niet alleen een getalenteerd acteur en schrijver was, maar ook bekend stond als een komiek. Dit leidde haar naar zijn optreden in LOL, Last One Laughing Nederlands, een comedieshow waarin hij zijn publiek betoverde met zijn humor en spontaniteit. Maar Eva wilde meer weten, zocht verder en kwam erachter dat Henry van Loon ook een ambassadeur was voor Interacting, een theateracademie voor jongeren met autisme. Vastbesloten om alle facetten van Henry's veelzijdige talent te begrijpen, dook Eva dieper in zijn online aanwezigheid. Op TikTok ontdekten ze zijn komische filmpjes die miljoenen likes hadden verzameld. En op Spotify luisterden ze naar zijn cabaretvoorstellingen en muzikale optredens. Elke nieuwe ontdekking bracht Eva dichter bij het antwoord op haar vraag waarom Henry van Loon zo geliefd was in Nederland. Zijn humor, Veelzijdigheid en betrokkenheid bij theater en jongeren met autisme onthulden de diepgewortelde redenen achter zijn succes. Uiteindelijk besefte Eva dat Henry van Loons bekendheid niet alleen te danken was aan zijn briljante optredens, maar ook aan zijn warme hart en het vermogen om mensen te inspireren en te amuseren. Met deze kostbare inzichten keerde Eva terug naar huis, vervuld van bewondering voor Henry van Loon en zijn unieke bijdrage aan de Nederlandse entertainmentwereld.